En dit is de zoon van mevrouw. Je ziet hier dit voorste gedeelte voor de voorvoet. Dit elementje. En hier loopt de teen. Deze zool die is vorig jaar mei gemaakt. Deze komen achter de kopjes terecht, dit element. Vorig jaar mei gemaakt. Dus het is tijd weer voor een controlemomentje. En ik ben dan benieuwd of er nog iets met de grote teen gedaan kan worden. En dan of de zool nog gaat veranderen. Goed.